Goedendag. Het was deze woensdag best wel stormachtig en onstuimig weer in het land. Er stond veel wind en er waren ook windstoten van 80 tot lokaal 100 km per uur. Maar toch was het weerbeeld niet altijd even onvriendelijk. Sterker nog, de zon konden we vandaag best goed zien. Al kwamen er ook wat sluierwolken voor, maar het bleef overdag droog. En bij een graad of 11, of misschien zelfs wel 12 in het zuiden van het land, was het echt niet koud voor de tijd van het jaar. Nou, deze 10-daagse gaan we kijken of we van dat zachte en wisselvallige weer een beetje gaan afkomen. Nou, voor nu nog even niet, want nu ligt die straalstroom, dat is de aanjager van het weer, nog recht over ons land. De straalstroom voert vaak storingen en lage drukgebieden met zich mee. En u ziet het al, de straalstroom ligt nu nog recht over ons land. En ook morgen en overmorgen blijft die straalstroom nog bij ons in de buurt liggen, waardoor het nog echt niet heel veel rustiger weer wordt. Maar tijdens het weekend zien we die straalstroom toch geleidelijk naar Noord-Europa verplaatsen. En dan krijgt rustige weer ook de kans bij ons om ja, toch wel wat meer rust uit te stralen. Een hoge drukgebied vormt zich boven het continent en daardoor wordt het gewoon allemaal wat rustiger bij ons. Pas halverwege de nieuwe week zien we die straalstroom geleidelijk aan weer wat meer naar het zuiden zakken. Maar goed, dat is nog ver weg en daar kijken we zo meteen later wat meer in detail naar. Als we nog even naar de luchtdrukkaart kijken, dan zien we Nederland vandaag ook achter een storing liggen. En de isobaren van gelijke luchtdruk liggen vrij dicht op elkaar. En dat verraadt dus dat er ook veel wind staat. Maar uiteindelijk ging die wind eruit, zien we de isobaren ook wat meer uit elkaar trekken. En is het dus allemaal wat rustiger geworden. Maar vrijdag trekt opnieuw weer een storing over het land. Met opnieuw weer wat wind. Maar het is van korte duur, want we zien uiteindelijk dus dat hoge drukgebied opbouwen boven het continent. En dan blijven die storingen wat meer op afstand. Enkel maandag trekt nog een storing over. Maar eigenlijk tot en met woensdag blijft het over het algemeen vrij rustig weer. Krijgt de zon wat meer ruimte, maar het wordt niet per se heel veel kouder. Want vanuit het westen wordt nog altijd vrij zachte lucht aangevoerd. Dit is de temperatuur op 1500 meter hoogte. En dan zien we dat kou weliswaar in de buurt ligt, boven Noord-Europa. Maar met die westenwind kan die kou ons echt niet bereiken. Misschien dat het tijdens het weekend met een wat heldere en rustige nacht het zeker goed afkoelt. Maar we zien het, bellen met warme lucht op hoogte blijven ons land bereiken. En zeker begin volgende week wordt het echt wel uitgesproken zacht voor de tijd van het jaar. Vooral die nachttemperatuur gaat dan flink omhoog. Kou vinden we dus boven Noord-Europa, maar nogmaals, dat bereikt ons land echt niet. Sterker nog, aan het eind van deze kaart zien we zelfs een enorme bel met warme lucht op de Atlantische Oceaan klaar liggen. En dan kan het dus echt niet tot winterkou komen bij ons. Eerst terug naar de donderdag, morgen. Dan zien we in de ochtend dat het eerst nog vrij rustig en droog weer is. Er is ruimte voor de zon, maar de bewolking neemt snel toe op nadering van een nieuwe storing. En uiteindelijk begint het in de middag vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen te regenen. En de temperatuur stijgt in de loop van de dag naar een graad of 7 tot 9. Daarbij staat de meest matige zuidwestenwind, duidelijk minder wind dan vandaag. En ja, die wind draait in de loop van de dag wel wat meer naar het westen toe. In de nacht van donderdag op vrijdag trekt er een storing over het land met een aantal buien. En ook vrijdagochtend hebben we met die buien te maken. Maar het is dus wel echt zacht, een graad of 11. Maar uiteindelijk neemt dat hoge drukgebied het over. En dan zien we dat de temperatuur in de nacht naar zaterdag al zakt naar min 1 graden. En ook het weekend verloopt ietsjes minder warm of minder mild. Met op zaterdag op zondag nog een koude nacht. Maar uiteindelijk wordt het toch weer wat zachter. En neemt de kans volgende week op een bui weer toe. In de temperatuurgrafiek zien we het ook mooi terug. Eerst nog wat zachter weer tot aan vrijdag. Iets frisser weekend. Maar uiteindelijk blijft die warmere lucht toch aanhouden. Elke dag ligt de temperatuur zo rond de 10 graden. En vooral die nachten die verlopen echt wel aan de milde kant voor eind januari. Als we nog even kijken naar de neerslagkansen, dan zien we die vrijdag er echt nog uitspringen. Maar over het algemeen zien we toch echt wel een signaal van vrij droog weer tot aan dinsdag of zelfs woensdag. En pas eind volgende week nemen die neerslagkansen weer geleidelijk aan toe. Dus we kunnen echt nog wel even genieten van een tijdje wat rustiger en stabieler weer, maar niet per se kouder weer.